Ik wou mijn boeken uitlenen in de bib. En bleek dat ik geblokkeerd was. Hallo, het is 8:30. Ik heb mezelf net omgekleed en gewassen. En nu ga ik ontbijten. Ik heb besloten om voor ontbijt een keer iets anders te gaan doen. En een havermoutpap te maken. Zo, mijn havermoutpap gemaakt. Nu hopelijk hopen dat ik dat lust. Ik heb wat appeltjes ook en wat kaneel. Mijn tafel is trouwens redelijk vuilig van gisteren. Om het op smaak te brengen. Hoe krijgen mensen 's morgens vroeg zo'n grote kommer? Dat is 200 ml melk. En 5 à 6 schijpen havermout. In de microgolf gedaan voor ongeveer 4 minuten. Je zegt veel te veel. Mijn appeltjes kan ik straks wel nog eten als tussendoortje, maar de havermout gaat voor morgen, zal voor morgen zijn. Ik vind het wel echt een rare structuur. Is dat raar? Hey, het is nu 9:15. Ik had gehoopt om 9:00 te kunnen beginnen, maar ik heb ook een klein beetje langer geslapen, dus het is wel oké. Ik heb ook gezien dat vandaag fietslijpelen is en mijn fiets moet nog gelijpeld worden. Het is nu tussen vanmorgen tot 12 uur of vanmiddag vanaf 1 tot 4 uur. Ik denk dat ik vanmiddag ga gaan, dat ik daar ben tegen 1 uur, want het is misschien niet slim de woensdag, maar 's morgens ben ik redelijk productief. En ik moet heel hoop dingen doen. En 's middags komt mijn zus altijd rond 1:30, 1:45 toe. En dan zijn dat toch verloren momenten voor mij. En ik denk, maar ik ben nog niet zeker, dat ik dan ga eten. Wauw, dit is een goede vlog. Ik denk dat ik dan ga eten op het moment dat mijn zusje toekomt. En dat ik nu gewoon tot rond 1:00 ga werken. Net me ingeschreven voor de Turbo Kick-Off in het Concertgebouw in Brugge op vrijdag 11 oktober. Het is een evenement voor ondernemende jongeren en studentenondernemers in Brugge, maar dus ook in de rest van West-Vlaanderen. Met andere keynotes van Jeroen de Wit, Ruben Geers, Yasmin Nassiri en Adriaan Thijs. En ik ben heel benieuwd hoe dat dus zal worden. Smiddags is er trouwens ook muziek en nog meer ondernemings- en TED-talk dingen met onder leiding van de muziek van Studio Brussel. Ik ben zelf geen grote Studio Brussel luisteraar, maar het wordt wel leuk. Morgen ga ik trouwens ook naar Brugge, maar dan voor mijn werk. Ik ga namelijk een social media cursus volgen in ons hoofdgebouw van de provincie. Het is nu 11:15 en ik 11:45 en ik weet dat ik eigenlijk tot 1:00 ging doorwerken en daarna eten. Maar ik heb al honger en ik kan mij toch niet meer concentreren. Dus gaan we nu doen. Ondertussen ga ik beginnen aan een Netflix documentaire. Eentje die ik wil bespreken in zij of haar oktober 2019. Ik ga nu vertrekken om mijn fiets te laten graveren. Dat was eventjes in de verkeerde volgorde. Maar nog even mijn sleutel vinden, want waar is hij? Misschien in mijn jaszak. Wie wil checken dat? Dit is mijn fiets. Ik ga hem nog nooit vertonen aan jullie. De fietszakken. En hij is
net gemerkt. Nu ga ik even naar daar, naar de bib. Ik wou mijn boeken uitlenen in de bib. En bleek dat ik geblokkeerd was. Omdat ik blijkbaar geen cd in de dvd had gestoken. De dvd hoes dat ik gestoken had om terug te geven. En mijn collega moet verwacht morgen mee naar Brugge. Dus dat betekent dat we gaan carpoolen. En ik heb hier even al mijn plantjes gezet. En de hoop dat een beetje zonlicht hen goed doet, want ja. Geen goede patiëntjes. Momenteel is het niet aan het regenen. En dat heeft me doen twijfelen of ik toch niet ging gaan lopen vandaag, maar ik ga het niet doen. Ik ga wel een make-up look maken en ondertussen ga ik Netflix kijken, want ik ben bezig met een documentaire aan het kijken op Netflix waar ik meer kan over vertellen tijdens zij of haar oktober 2019. Hey, ik ga eten maken. Ik heb honger, het is nu 6:30. Hey, ik ga douchen, want mijn haar is echt een warhoop. Net gedoucht en alhoewel ik blote schouders heb, ben ik niet naakt. Dat zou anders heel erg raar zijn. Doe iets. Ik bel mijn huisarts. Dat gebeurt wel vaak dat ik s'avonds aan mijn kalender kom en dat ik hem gewoon vergeten heb af te nemen. Is het leuk? Original. Van wie is dit? Van Mongo One? Dan ga ik even het verhaal van mijn 7 zussen lezen. Eigenlijk mag ik het niet doen, want ik heb nog andere boeken die dringender gelezen moeten worden, maar I love the story. En normaal krijg ik mijn hang licht, alleen mijn licht in de hang, vrijdag een update. Dat die gemaakt wordt. Oei, hier is een plechtaak nog. Ik heb trouwens de allerleukste dipstop. Deze olifant is van Action. Het is mijn outfit voor morgen, een flared hemd en een jeansbroek die niet gescheurd is. Hey, ik heb echt veel te lang. Het is nu 10:40. Normaal probeer ik echt om 10:00 stip te slapen. Morgen moet ik om 6:30 op. Maar ik kan er niks aan doen. Dit is gewoon zo'n goed boek. Sundar Reilly, hoe doe je dit? Het is niet echt super hard mijn genre zelf. Maar ik vind het zo leuk om te lezen. En ik kan het bijna niet meer platleggen. Ik zit nu aan pagina 457 van de 600. 22 ongeveer. Ik vind het echt zo mooi. Het is het boek Maya. En dus het eerste deel uit het 7-6 verhaal. Mochten jullie ook aan het lezen zijn aan de 7-6 van Sundar Reilly, laat het eventjes hier in het polletje weten. Mocht je nog niet van plan zijn om het te gaan lezen. En je leest graag, dan kan ik het zeer, maar dan ook echt sterk aanraden. Het is een dik boek. 622 pagina's is niet niks. Maar het is het zeer zeker waard. En ik kan je verzekeren dat het niet zo dik voelt. Er zijn boeken
die echt verder waren van dat boek, waar ik veel meer moeite had om er doorheen te krijgen dan dit boek. In dit boek vlieg je er echt doorheen. Ook omdat het zo'n goed verhaal is, heel erg leuk geschreven. Super mooi, heel spannend ook. Ik wil gewoon heel graag weten wat het verhaal is van Maya. Als je trouwens nog nooit hebt gehoord van de zeven zussen van Lucinda Riley. Het zijn eigenlijk zeven zussen die allemaal geadopteerd zijn door één en dezelfde man. Allee, ik noem de zeven zussen. Ze zijn ook genoemd naar de zeven zussen in het sterrenstelsel of zoiets. Maar ze zijn maar met zes. Ik vermoed dat er ooit nog iets zal gaan gebeuren met de zeven zussen, maar dat weet ik zelf ook nog niet. Want zoals je weet ben ik nog maar in het eerste boek. En het eerste boek gaat enkel over de zus Maya. Maya is de zus die eigenlijk tot nu toe heeft thuisgebleven. Die nog altijd woont op de plek waar haar vader woonde. En die besluit om haar hele leven over een andere roer te gooien. En te vertrekken op reis naar achter haar toekomst. Terwijl namelijk weten van waar dat ze vandaan komt. En haar verleden blijkt te liggen in Rio. Hij gaat terug met het boek naar Rio. Op het moment, of eigenlijk ja, rond de tijd dat het Christusbeeld, werd gezet in Rio. Ik weet niet in hoeverre dat gebaseerd is op waar gebeurde feiten. Daarvoor ken ik de geschiedenis van Rio echt heel veel te weinig. Maar ik vind het wel leuk om zo nog een deeltje van die geschiedenis in te krijgen. En ook om meer een idee te krijgen van Rio. En ik ben heel benieuwd hoe dat daar verhaal zal uitdraaien. En ik vermoed dat we ook nog een deel van haar gaan terugvinden in de volgende boeken. Die telkens het verhaal van een andere zus zal gaan vertellen. Maar aangezien dat ze zussen zijn, vermoed ik dat je nog steeds van de verschillende personages iets zal gaan te weten komen. Zoals nu in het boek van Maya wordt er ook dingen verteld over de andere zussen. Dus ik ben benieuwd. Ik probeer trouwens zo weinig mogelijk te spoilen in de volgende dagen en bij het lezen van de volgende boeken. En ik was vandaag ook al meteen in de bibliotheek aan het kijken, omdat ze het vervolg hadden van het boek. En ze hebben het vervolg, maar ze hebben zes exemplaren of zo. Ze hebben twee exemplaren van het boek en één exemplaar is al vijf keer gereserveerd. Dus, oeps. Nu ga ik trouwens slapen en morgen ga ik mijn kamer herdecoreren als ik terugkom uit Brugge. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik je in de volgende vlog weer. Doedels!